Meunier kan trappen naar binnen. En Coutinho. Het zijn er 8. Dat is niet normaal. Het zijn er 8. Met de schaat en met de sknalt. Knap van Lukaku, dat blijft niet rustig. Lukaku gaat de 1-2 binnen knallen. Oh, het is gebeurd. Het mirakel is geschied. Dag allemaal, welkom bij de Champions Club. Deze week gaan we vooruitblikken op de halve finales van de UEFA Champions League. Op dinsdag is er Real Madrid tegen Chelsea. Op woensdag is er PSG tegen Man City. Drie landgenoten, drie rode duivels zitten nog in het toernooi. Eén ex-rode duivel zit hier bij me vandaag. Dag Wesley Sonck. Dag Nicolas de Brabander. We hebben twee Engelse ploegen, één Spaanse en één Franse grootmacht. Daar gaan we het zo meteen over hebben, Wesley. Maar eerst, vooraleer we beginnen, wat dilemma's die te maken hebben met het programma later. De Super League of de vernieuwde Champions League, Wesley? Champions League natuurlijk. Hè. Vernieuwde Champions League. De Bruyne of Hazard, allebei topfit, dat is de voorwaarde. En wat is de voorwaarde van de twee? Je moet kiezen tussen de Bruyne of Hazard. Nee, ik kies niet tussen die twee. Ik wil ze alle twee. Je wil ze alle twee. Goed, en Tuchel of Pochettino? Tuchel. Tuchel, oké. Okay. Daar moest je toch lang over nadenken. Ja, ik zal ook straks uitleggen waarom dan. Ja, dat gaan we straks bespreken. Ik hou je antwoorden in het achterhoofd. We gaan over die twee matchen praten. We gaan het chronologisch aanpakken. Morgenavond dus Real Madrid tegen Chelsea. Wesley, Real Madrid heeft Atalanta en Liverpool uitgeschakeld in de achtste finales en de kwartfinale. Spelen voor de 30ste keer de halve finale van Europa Cup 1 of de Champions League. Een absoluut record. Liverpool, dat was een verdiende kwalificatie. Oké. Okay. Thibaut Courtois die zei achteraf wel op Anfield, we survived, maar eigenlijk kwamen ze niet echt in de problemen. Nee, ik had gehoopt en gedacht in ieder geval dat Liverpool meer weerwerk zou geboden hebben, maar dat was niet het geval. Dus ik denk dat, dat Real zich daar verdiend geplaatst heeft. Zonder meer waren ze de betere over die twee wedstrijden. En dan vind ik dat dat ook eigenlijk een logisch gevolg is van wat ze gepresteerd hebben in die twee wedstrijden. Het is natuurlijk wel zo, Courtois had wel gelijk. Er waren in het begin een paar kansen, die heeft hij goed geneutraliseerd. Een paar hele goede reddingen op Salah en Milner onder andere. Ja, maar goed, dat schot van Milner was het, denk ik, was een geweldige redding. Maar ik moet nu eerlijk zeggen, om tegenwoordig Thibaut Courtois te verslaan van die afstand, dan moet het echt een wereldgoal zijn. En ik denk dat we nu toch al mogen zeggen, na 2,5, 3 jaar, dat Thibaut Courtois toch veruit de beste keeper ter wereld is. We waren samen op een match in de Champions League vorig seizoen. En dat was misschien voor Thibaut wel het kantelmoment. Weet je nog welke match dat was? Ja, we hebben er zoveel gedaan. Het was in het buitenland, niet in Spanje. Het was in Turkije. Nu moet je het weten, hè, Wes. Galatasaray tegen, ja. Tegen Real. Ja, dat klopt. Want Zidane die stond toen eigenlijk geweldig onder druk. Ja. En Thibaut was ook niet zonder zonden, al dus de Spaanse pers op dat moment. En sindsdien, toen was het een belangrijke overwinning, heeft hij het eigenlijk geweldig gedaan. Maar ik vond het daarvoor ook al. Ja, maar toen kreeg je nog geregeld kritiek. Ja, nu, nu is dat het omgekeerde. Dat is iets wat ik altijd... Wie geeft er kritiek op Thibaut Courtois? Wie geeft er kritiek op de beste keeper ter wereld? Wie doet dat? Waarom doen ze dat? Ik zie alleen maar wat doet Thibaut Courtois in zijn 16 meter, tussen zijn drie witte palen. En dan heb je Neuer en misschien Ter Stegen en hier en daar nog een keeper. Maar Thibaut Courtois, ja, die staat dichtst bij die lat. Jij vindt hem de beste? Absoluut. Wat heeft hij meer dan Neuer? Zijn manier van keepen, meedenken en zijn risico nemen vind ik veel minder dan Neuer. Ik vind dat Neuer ook de laatste x-aantal tijd toch wel geminderd is. Hè. Die vind ik. Want als je Bayern München ziet voetballen ten opzichte van Real Madrid, Bayern München is veel dominanter. Neuer komt veel minder in de picture, maar ik vind ook niet dat hij altijd vrij uitgaat. Ik zei daarnet, als je Thibaut Courtois tegenwoordig wil verslaan, en dat is niet omdat dat een Belg is, maar we mogen ook wat chauvinistischer zijn. Het moeten eigenlijk goals zijn van kortbij waar hij bijna niks kan aan doen, of moeten wereldgoals zijn. Zelden krijgt hij een goal binnen waarvan je denkt, ah, die had hij moeten pakken. Ik kan me nog herinneren, Mbappé die scoorde tegen Neuer, en iedereen dacht gewoon Neuer. Ja. Snap je wat ik bedoel? En dat zien we
iets meer bij Neuer tegenwoordig, zeker de laatste tijd, dan bij Thibaut Courtois. Mm-hmm. El Muro wordt hij genoemd in Spanje. Afgelopen weekend was er weer een clean sheet. 0-0 ja. tegen Betis. Wel maar 0-0. Ze hadden ook tegen Getafe 0-0 gespeeld een tijdje terug. Dus de titelstrijd in Spanje, daar hebben ze het misschien wel laten liggen, hè Wesley. Ze staan als Barcelona. 71 punten hebben ze nu. Ja. Als Barça alles wint, dan gaat Barcelona. Ja, Barcelona heeft nog een wedstrijd minder. Maar, maar het zal niet aan Thibaut Courtois liggen. Nee. Maar waarom is Real Madrid dan zo wisselvallig? Want tegen Liverpool, zeker die eerste wedstrijd, ja, waren ze wel goed. Afhankelijk ook van Benzema. Dat is al één. Je hebt daar Vinicius die af en toe eens gekke dingen doet, maar die is nog te onregelmatig. Is dat de beste samenvatting, Vinicius? Gekke dingen doen, maar mist hij het overzicht om het echt te maken bij Real? Maar goed, je speelt bij Real Madrid, hè, Nicola. Te maken, ik bedoel, als je daar al speelt, dan heb je het al gemaakt, denk ik. Alleen, veel mensen verwachten die constante prestatie van zo iemand. En ik denk dat als er één iemand constant is, is het vooraan Benzema. In het midden heb je de Modric. De afgelopen wedstrijd in de Champions League was hij geweldig. Mm-hmm. En dan heb je Courtois en dan heb je achteraan meestal nog Ramos. Die was wel even uit nu. Maar als je die vier de as van het veld ziet, ja, dat zijn de mannen, de steunpilaren van Real Madrid. Denk je dat die oude garde nog één keer zal bewijzen dat zij de beste waren de voorbije 10 jaar met die 3 Champions League overwinningen op een rij? Als die mensen die we nu opsommen constant blijven presteren, kan het wel. Ja. Want het is een ploeg die ook niet veel incasseert. Hè. En als je dat al doet, dan kom je al ver. En dan moet je natuurlijk hopen dat de mensen vooraan terug fit worden, zoals Hazard. Hè. Ja. Het is nog even afwachten, maar zeker Vinicius en Benzema dan in het voorname. Hazard ingevallen na, wat was het, iets meer dan 40 dagen. Een kwartier, maar de berichten, ik heb het gezien, maar de berichten die je dan leest, de analyses ook van de coach, ja, ziet er scherp uit, gaat goed. Wat is jouw indruk? Dat hij maar fit is voor het EK, dat is mijn indruk. Dat maakt niet uit wat hij nu nog bij Real Madrid past. Maar goed, kijk, wat ik niet kan begrijpen is, dat is ook communicatie. Hè. Eerst lees je en hoor je, gaat 2 maanden in Antwerpen komen revalideren. Dan gaat hij, en ik volg Gert Verheij daarin, die zei dat ook, is het feit dat je op een club revalideert, is nooit goed. Nooit. Want je wordt ergens een beetje gepusht, hè. Misschien is dat ook niet bewust, om sneller te beginnen. Ik hoop nu voor hem dat hij terugstelijk aan herbegonnen is. En het is alleen maar goed dat hij minuten kan pakken, maar het belangrijkste is, hij moet pijnvrij zijn. Mm-hmm. En dat is de indicatie. Hij moet pijnvrij kunnen spelen en een kwartier invallen, als de rest al wat meer moe begint te worden, is goed en dat geeft je een goede indruk. Maar ik denk dat vooral nu, de komende dagen, wat er nadien gaat komen na de invalbeurt, dat wordt belangrijk. Ja, maar het is natuurlijk nu net tegen Chelsea. Ja, dat is het. Hij zal ongetwijfeld die match hebben aangestipt, gemotiveerd zijn, maar mag dat niet laten bepalen of hij kan spelen. Hè? Het zou... ik zeg het nogmaals... Als speler ook, als je zo lang op het hoogste niveau hebt gespeeld, dan weet je, je wil zeer graag. Maar soms moet je een keer naar je lichaam luisteren en hopelijk de goede beslissing nemen dat die niet snel gaat herbeginnen. Zidane en Real Madrid, dat is een straffe reeks natuurlijk in de Champions League. 14 op 15 confrontaties in de knock-outfase gewonnen. Alleen tegen City vorig seizoen niet. Dat is eigenlijk onwaarschijnlijk. Beschouw jij ze als favoriet daarom tegen Chelsea? Oh, je zou denken van wel, maar langs de andere kant, Chelsea is ook een ploeg die weinig doelpunten incasseert. Ik zou ze daar het voordeel geven, licht voordeel op Chelsea, maar het zijn 2 onregelmatige teams tegen elkaar. Dat is dit weekend nog maar eens gebleken en ik vind dat van Chelsea sowieso al een hele tijd. Chelsea onregelmatig, toch niet onder Tuchel? In de zin van presteren, van oké, het is altijd 0 doelpunten of 1, maar ze hebben heel veel moeilijkheden om doelpunten te maken. Ook ze hebben daar een topschutter die er 7 of 8 heeft gemaakt, competitie. Dat is niet genoeg. En bij Real is het Benzema. Dus het zal vooral van de verdedigingen afhangen, volgens mij. Ja, die houden allebei geregeld de 0. Dat heeft Chelsea ook gedaan dit weekend tegen West Ham 0-1 gewonnen. Dat was een heel belangrijke overwinning om opnieuw Champions League en top 4 te halen met het oog op volgend seizoen. Het is wel straf, dat aantal clean sheets onder Tuchel sinds hij er is. Hoe verklaar je dat? Wat heeft hij veranderd? Wel, de defensieve organisatie. Ik denk als je ergens toekomt
Dat het eerste is, ook al ben je een offensieve trainer, dat je daar toch de duidelijkheid moet scheppen en brengen om te zeggen van kijk, dit is de manier waarop dat we het gaan doen, dit is de manier waarop dat we gaan spelen. Het is de bedoeling dat we niet incasseren. We hebben vooraan mensen lopen die het verschil kunnen maken. Op dat niveau in principe zou dat moeten zijn. En daar kom je al heel ver mee. Als je nu ziet in de Champions League halve finale, ik denk dat er weinigen van ons, analisten en hier, mensen, presentatoren, ik denk niet dat er één iemand Chelsea heeft gezet om te winnen. Hè? Wij hebben die match tegen Porto gedaan. Wat heb je daarvan onthouden in de kwartfinales? Dat ze uiteindelijk defensief weer goed stonden en dat ze de foutjes hebben afgestraft van Porto. Zeker in de eerste wedstrijd, ja. waar individuele fouten... op dat niveau wordt dat cash betaald. Hè. Dat wordt afgestraft meteen. Ze verloren nog wel die terugwedstrijd, maar eigenlijk... Dat was een wereldgoal ook, hè, van Taremi. Geen moment. Oké, ze hadden veel balbezit, Porto, in die eerste 20 minuten, maar Chelsea wist wat het deed. Door die fantastische goal verliezen die wedstrijd nog, maar uiteindelijk hebben ze daar bijna niks weggegeven. Dus het was ook een verdiende overwinning van Chelsea en uiteindelijk een logisch halve finale. Ja, Thomas Tuchel, dat is natuurlijk een charismatische coach. We hebben onlangs, een paar weken terug, in onze Champions League-uitzendingen gepraat, ook met Peter van der Heijden. Die speelde bij Mainz, Wesley, toen Tuchel zijn eerste opdracht als trainer aannam en eraan begon. En Peter van der Heijden die was toch onder de indruk van Thomas Tuchel? De eerste kennismaking is al om te starten en is dat mij bijblijft. Hè. Ik moet zeggen, dat was een jonge kerel, ergens een 36, 37 schat ik op dat moment. Die de kleedkamer binnenstapt als eigenlijk nobody op het vlak van trainerschap. Maar dan wel direct een présence, charismatisch, een frisse aanpak, correct. Op zijn Duits eigenlijk wel. Dus dat was wel een man waarvan ik dacht, ola, hier zit toch wel iets in. Ja. Dat was helemaal het begin van zijn carrière bij Mainz. Hij heeft... Zelf qua niveau, je hebt het daarnet nog eens gecheckt, niet super hoog of lang op een hoog niveau gespeeld, maar dat is wel een feit. Présence, charisma heeft hij volle bak. Hè? Misschien is het voordeel om sneller in het trainerschap te stappen, is dat je op die leeftijd al voor bent op de spelers zelf die te lang, of niet te lang, maar die constant met het speler zijn bezig zijn, die met hun job bezig zijn, die niet te veel nadenken over... Je hebt zo'n spelers die tot hun 6, 7, 38 voetballen niet te lang nadenken over training en wat zijn we hier aan het doen. Maar dat soort mensen zoals Tuchel en wat Peter van der Rijden ook zei, direct duidelijkheid. En dat is het belangrijkste. Als je duidelijkheid brengt van kijk, deze weg gaan we inslaan, je moet mij volgen. Als je mij niet volgt, oké, dan ga je eruit. En dat is denk ik... Wat Peter daar ook mee bedoelde, is dat één lijn en die lijn gaan we volgen. Timo Werner maakte de winning goal tegen West Ham, maar hij miste ook een geweldig grote kans op 0-2. Heb je de reactie gezien van Thomas Tuchel? Wat deed hij? Kan je het beschrijven voor de luisteraars? Een beetje rollen met de ogen en een beetje wegkijkend en wegstappend. Ongeloof. Ja. Wat vind je daarvan, zo'n reactie? Want ja, er zijn dan stemmen die zeggen, de spelers die zien dat achteraf ook. Ja. Wat vinden zij daarvan? Wel, ik denk als speler heb je vaak de reflex van... Ja, maar doe jij het dan, hè? Dat is echt, hè? Van als je denkt dat het zo makkelijk is om oké, het kan zijn dat bepaalde kansen er echt wel in moeten, maar de reflectie van een trainer, dat straalt ook af op de spelers. En op den duur gaat dat tegen je werken, want dat soort dingen... Als je daar zelf niet gestaan hebt op dat niveau om goals te maken, ja, dan kan je dat ook niet inbeelden wat dat is om snel te moeten handelen. Dus Timo Werner is vorig jaar de grote man geweest bij Leipzig. Ja. Dat zou het ook beter moeten weten. Maar goed, Tuchel is iemand die zo expressief... Dat is ook iets wat Peter van der Heijden ons toen vertelde een paar weken terug. Hij heeft het over die harde kant van de Duitse coach. Dat is iemand die wel hard is, maar wel fair. Het zou een trainer zijn die Wesley ook zou aanstaan, denk ik. Hey, correct, recht door zee, maar wel ook een vriendschappelijke arm op nodig. Dus ik denk wel, zoals je ook ziet bij Paris Saint-Germain, zelfs de grote namen krijgt hij op een of andere manier eronder. Dortmund net hetzelfde. Nu, ja, ik vind dat zijn aanpak is wel oké, naar gelijk welke types in een groep. Ja, dus Peter van der Heijden die zei hard, maar fair. Ja. Zou dat kunnen werken als hij inderdaad op die manier alles zegt wat op zijn lever ligt, als hij dat ook laat zien in zijn lichaamstaal, maar dan ook in positieve zin de zaken beklemtoont? Of denk je dat het toch op lange termijn
tegen hem werkt. Hij heeft ook op bestuursvlak al problemen gehad, bij Dortmund bijvoorbeeld, bij PSG ook wel. Dus ja, hoe moeten we dat inschatten? Is dat nu een voordeel, de manier waarop hij dat allemaal aanpakt, die eerlijkheid, of is het op termijn voor hem een nadeel? Bij eerlijkheid kom je het verst, daar ben ik echt heilig van overtuigd. Alleen, ik heb geleerd tijdens mijn spelerscarrière ook dat als je met trainers samenwerkt, toch van een grote allure, à la Ronald Koeman, zeg, die straalt altijd een bepaalde rust uit. En daar reflecteer je ook naar je spelers toe, vind ik. Vroeg of laat gaat hem dat misschien toch wel kwalijk genomen worden, toch wel, dat hij op die momenten reageert. Timo Werner die kon er nog wel om lachen. Hij zei, ik had geen twee doelpunten in één match moeten maken. Ik moet rustig aan terugkomen. Een beetje Duitse humor. Ja. Goed, Wesley zei daarnet, vernieuwde Champions League, geen Super League. Dus gaan we daarover praten. Met een man die er ook over geschreven heeft vorige week. Maar die ook weet dat er een extra pigment is, toch? Een extra aspect bij Real Madrid tegen Chelsea. Extra sportief element. Dat is DPG-journalist Christophe Terreur. Dag Christophe. Goedemiddag. Ik heb vanmorgen het laatste nieuws opengeslagen en ik heb met veel interesse jouw artikel gelezen over Florentino Perez. Veldslag met Perez, de zwarte ridder, was jouw titel. Kan je nog eens samenvatten waarover dat ging? Wel, in Engeland zijn ze de voorbije week, door alles wat met de Superleague heeft plaatsgevonden, zijn ze eigenlijk beginnen schieten op de ingenieur achter het grote plan. En zoals we allemaal weten, is de Florentino Perez. En gisteren in de Times, de kwaliteitskrant, kwamen ze natuurlijk af met de vergelijking met Monty Python. De beroemde scène uit Monty Python, waar King Arthur de benen afhakt en de armen afhakt van de gele ridder. En die roept dan nog van, en ik ga je nog komen pakken, ik ga je bijten. En dat is de reactie die zij zien bij Florentino Perez, die blijft vasthouden aan zijn principe van Super League, terwijl in Engeland iedereen denkt, dit is niet meer mogelijk. En ja, dat is iets waarop gespeeld wordt. En Chelsea supporters hebben vorige week bij hun protesten ook gezongen op Florentino Perez. En plots leert eigenlijk de wereld Florentino Perez kennen. Komen er verhalen over hoe die werkt, die eigenlijk nooit uit Spanje zijn geraakt. Het is eigenlijk, Perez is in Madrid heel machtig. Is een beetje, laten we zeggen, de burgemeester van Madrid. Die kent iedereen, die onderhandelt met iedereen, die krijgt van iedereen alles gedaan. Maar burgemeester spelen over Madrid en Spanje is natuurlijk anders dan burgemeester spelen over de hele wereld. En dan gelden er andere zaken. En hij heeft hij niet onder controle gehad. En ja, ik vermoed niet dat de journalist die het geschreven heeft in Engeland, die hem vergeleken heeft met de karakter uit Monty Python, dat hij een telefoon heeft gehad. Was het een Spanjaard geweest, had hij wel een telefoontje gekregen. Een boos telefoontje waarschijnlijk. Ja. Nu, ik zag, en je vertelde het mij ook, dat BBC er ook aandacht aan heeft besteed. En dat is wel een stuk van de hand van een Spaanse journalist, Guillaume Balagué. Catalaan, als ik me niet vergis. Heeft die dan... die zal geen telefoontje krijgen. Wel, ik denk het niet, want die woont ook halftijds in Engeland. Ja. Dus die zit ver uit het PR-spectrum. En die moet als journalist... Ja, die doet wel zaken voor La Liga TV. Maar zoveel met Real Madrid heeft hij niet te maken. Plus... is een Catalaan. En Catalanen en Madrid is altijd al een speciale verhouding geweest. Dus uit die hoek in Catalonië is Perez al wel bekritiseerd geweest. Daar komen die verhalen wel naar boven. Maar het is verbazingwekkend dat de wereld nu ook de andere zijde van Florentino Perez te zien krijgt. Ik moet altijd denken, ik heb gisteren en de voorbije dagen een aantal mensen over Perez gesproken. Ik moet denken van, ja, eigenlijk werkt Perez een beetje zoals Belgische clubvoorzitters, die bellen ook nog journalisten op. Die proberen ook altijd invloed te laten gelden om hier en daar een bouwproject te laten neerzetten. Eigenlijk is het voetbal zelfs op het hoogste niveau dorpspolitiek. Ja, Wesley? Florentino Perez, heb je daar een mening over? Over de manier van werken? Ik heb wel het interview gelezen met Jos Faze. Ik weet niet of het van Christophe was, het artikel. Maar dat Jos Faze de vraag stelde aan Perez in 2002 toen wij Champions League speelden met Genk tegen... En dat Jos Faze ook zei dat die clubs enorm slecht gerund waren. Dat die elk jaar zoveel schulden hebben. En dat hij dacht van ja, oké, Madrid lost het wel op. De banken lossen het wel op. Dus dat was in het artikel de manier waarop de meeste van die Super League ploegen
ja, hun beleid voor. Het is eigenlijk onwaarschijnlijk, als je dat dan leest, dat je denkt van ja, er zijn zoveel schulden bij die clubs. En zeker nu in het laatste jaar, met dat de inkomsten waarschijnlijk ook verminderd zijn. Ja, dat ondertussen al 20 jaar later is, dat blijkbaar nog altijd zo is. Maar zelf, Christophe, op financieel vlak doet hij het niet slecht. Hè? Ik heb de omzet gelezen die jij per dag hebt vermeld. Zeg nog eens, hoeveel was dat? Well, het was, ik denk dat zijn bedrijf draait 34 miljard op jaarbasis. Dus hij heeft 200.000 mensen werken onder Florentino Perez en zijn bedrijf. En dan rekenen onderaannemers nog niet bij. Die heeft een enorm, gigantisch bouwbedrijf en is overal in de wereld actief. En als je dan teruggaat naar transfers ook. Bijvoorbeeld, er is de transfer van James Rodriguez bijvoorbeeld in 2014. Heel populaire jongen in Colombia. Enkele maanden na de transfer tekent zijn bedrijf een groot overheidscontract in Colombia. Hij gebruikt ook Real Madrid om zijn bedrijf groter te maken en zijn imperium uit te breiden. En hij, nu pas de laatste jaren begin ik ook zijn transferpolitiek een beetje door te hebben van overal ergens in een gebied waar ze heel veel, waar veel mensen wonen, grote markt, waar veel gebouwd moet worden, daar de populairste speler gaan halen. In België heeft het niet gedaan. Sinds een aantal jaren, ook door de schulden, hebben zij anders moeten werken. Maar tot 2016 was dat eigenlijk de tactiek van Real Madrid. Haal de grootste ergens weg en sluit daar ergens een bouwcontract voor af. Dat zijn dingen die mensen inderdaad nauwelijks wisten, hè, tot voor kort. Het is ook logisch, want de enige biografie die in Spanje over Florentino Perez is geschreven, is uit de handel gehaald. Dus daar is heel wat politieke druk gezet. Ja, daar stonden zulke verhalen allemaal in. Achterkamerpolitiek en zo. En dat boek, ik heb een aantal dagen geleden nog gezocht of het ergens verkrijgbaar was, maar het was voor €400, denk ik, te koop ergens op een schimmige website. Dus ja, ik vertrouwde het al niet, anders had ik het wel willen lezen, het hele boek. Maar dat wil ook iets zeggen. In de kranten is hij, in de kranten in Spanje, buiten elk confidentieel kwaliteitskrant, wordt hij ook zelden bekritiseerd, ook omdat hij zijn lijntjes heeft met journalisten, met mediabazen. Hij controleert alles zoals een burgemeester in een dorp doet. En ja. Iedereen heeft schrik van hem, nu niet. Maar het is ook omdat hij zo succesvol is met zijn club en met zijn bedrijven. Ik kan dat ook enigszins wel begrijpen, dat het ook ontzag gaat bij mensen, dat ze daarom ook niet kritisch zijn. Ja, hoge bomen en omdat van de veel wind, maar als hij het goed geregeld heeft, zijn propagandamachine, dan helpt dat natuurlijk wel. Christophe, je zit momenteel niet in Engeland, hè? Want daar heb je hoe lang gewoond? 8 jaar. 8 jaar. En je bent teruggekeerd door COVID? Ja, COVID onder andere. Ja, ook om de aantal Belgen in de Premier League is de laatste jaren, denk ik, op het hoogtepunt waren er 17 Belgen die speelden. Nu is afgenomen tot een tiental. Plus ook minder om over te schrijven, veel duivels die uitzwermen naar Italië, naar Spanje. Dus, onder meer Courtois en Hazard, die naar Real Madrid zijn gegaan. Twee heel belangrijke, die ik jaren al een stuk bijna wekelijks heb gezien. Dus, Hoe belangrijk denk jij, Christophe, dat die match voor die mannen is, voor Courtois en Hazard, de match tegen Chelsea? Wel, een van hen had ik een bericht gestuurd na de match tegen Liverpool, toen ze gekwalificeerd waren. Die stuurde I'm coming home. Dus eentje kijkt er hard naar uit om naar huis te gaan. Dan is de vraag, wie van de twee? Dat is met wie van de twee? Wie denkt... Ja, nee, maar ik ga het uitleggen. Dus Eden gaat graag terug naar huis. Hè. Dus die heeft zijn 7 mooie jaren beleefd op Chelsea. Die vinden het natuurlijk jammer dat er geen publiek bij is, want ik kan mij dat al voorstellen. Eden heeft dat ook al mee mogen maken als Peter Cech is teruggekeerd, die Drogba. De receptie die ex-spelers bij een Engelse club krijgen als ze succesvol zijn geweest, als ze iets betekend hebben. Zelfs Frank Lampard, toen hij bij Manchester City speelde, kreeg een geweldige receptie op Stamford Bridge. Dat is iets waar spelers... Ik denk dat Wesley daar misschien ook altijd wel eens naar uitkijken. Een oude club, dat je daar alles... dat ze laten voelen hoe je geliefd je was. Bij Courtois zou dat totaal het andere geweest zijn. Courtois is een beetje op een schimmige manier vertrokken. Die wordt door Chelsea supporters nog altijd een snake genoemd. Maar anderzijds, die Bo kennende, die zou daar ook energie uit hebben gehaald. Dat al het negatieve dat over hem zou worden gegooid. Dus
zijn twee jongens die er wel enorm hard naar uitkijken om tegen Chelsea te spelen. Jij volgt het Engelse voetbal natuurlijk nog altijd op de voet. Er was onlangs ook die FA Cup-wedstrijd tussen Chelsea en Man City, die Chelsea gewonnen heeft. Hoe schat je de kansen van die twee ploegen en de verhoudingen tussen hen op dit moment in? Maar ik vind het heel moeilijk om een prognose te maken, ook omdat Chelsea, zoals Wesley Jever al heeft gezegd, ja, het is heel moeilijk om die ploeg in te schatten. Soms denken van, ja, ze gaan er nu overrollen, maar die missen toch wel scorend vermogen. Soms, die ploeg is heel goed georganiseerd. En nu ga je een match krijgen tussen twee ploegen die uitgaan van die nul. Dus ja, het zal van die ene flits afhangen. Ik zou echt niet durven voorspellen voor Real, Chelsea wie daar gaat winnen. Beide ploegen evenveel kans, denk ik. En Manchester City, als ze even dominant kunnen zijn en even goed kunnen spelen als bijvoorbeeld gisteren in die League Cup finale, waar Tottenham stond eigenlijk buiten begin tweede helft eigenlijk niet op het veld. Als ze in hun spel kunnen spelen, ja, dan is er moeilijk wat aan te doen. Maar zij zijn ook nog altijd kwetsbaar op de counter en dat ga je er niet uitkrijgen. En daar heeft PSG bijvoorbeeld wel de wapens voor. En Pochettino, die heeft al een aantal keer met Tottenham tegen Man City gespeeld. Die weet waar de zwakke plekken ook liggen. En ik denk dat City gaat het moeilijk hebben tegen PSG, denk ik. Ook alleen al voor die snelheid. Ik zie jou knikken, Wesley. Die snelheid van de twee, van Mbappé en die flits van Neymar bijvoorbeeld. Ja, ik heb een zeer interessante statistiek van de laatste 9 wedstrijden van City. Zeg eens. Die hebben nooit meer dan 2 doelpunten gemaakt. Mm-hmm. En ik heb de wedstrijd gisteren gedaan tussen City en Tottenham. En het klopt inderdaad. Tottenham, als je denkt Tottenham, City, dan verwacht je een leuke wedstrijd. Want je denkt met Tottenham, met Son, Kane, misschien niet 100% fit, Lucas Moura, maar dan heb je het probleem. Achteraan met Dier, sorry, maar dat is niet het niveau voor Tottenham, vind ik. En dan heb je centraal gisteren die driehoek in het middenveld bij Tottenham is gewoon veel te weinig voor een topploeg, vind ik. En City, die waren maar bezig aan het voetballen in een 4-4-2 met 2 valse negens aan het spelen. Maar ze hebben gewoon een probleem met doelpunten maken. En ze missen daar een type Haaland die in de 16 zoals een roofdier zijn prooi te pakken heeft. En dat heeft City niet. En ik denk dat City, als Guardiola niet te gek gaat doen, uiteindelijk veel balbezit had hebben. Maar ik ben het ergens, en dat is misschien voor het eerst met een journalist eens, dat PSG heeft de mogelijkheden... Je hebt geluk, Christophe. ...heeft de mogelijkheden om City pijn te doen in de omschakeling. Want dat was gisteren ook al zichtbaar bij momenten met Laporte. Als Lucas Moura vertrekt, dan hebben ze achteraan een groot probleem. En dat ben ik wel eens benieuwd hoe ze dat gaan oplossen tegen Neymar, tegen Mbappé, tegen Di Maria. Zeer interessante wedstrijd, ja. Hoe wordt dat eigenlijk in Engeland bekeken, Christophe? Dat Aguero, dat Jesus bijvoorbeeld, opnieuw niet hebben gespeeld gisteren. De regisseur die brengt die dan altijd in beeld. Je ziet ze wel wat gefrustreerd opwarmen. Hoe wordt dat bekeken? Wel, zeker voor Aguero. Daar wordt altijd opgeroepen, ook door journalisten. Die heeft natuurlijk een heel palmarès. Dat is de beste spits van City aller tijden geweest. Ook omdat City niet veel geschiedenis heeft natuurlijk. Maar Aguero is een van de beste spitsen van de laatste 10 jaar in de Premier League. Natuurlijk wordt daarop gefocust, maar er wordt ook snel vergeten dat Aguero dit jaar echt heel weinig heeft gespeeld, op de sukkel is geweest met blessures, dan COVID, dan een probleem met Guardiola, denk ik, op een gegeven moment. En dat een trainer dan gaat kiezen om meer om de toekomst te werken, denk ik. Jesus is heel onregelmatig geweest ook. En ik kan als trainer begrijpen dat je dan naar oplossingen gaat zoeken. En Guardiola, de machine, draaide op een gegeven moment in februari fantastisch, toen De Bruyne geblesseerd was. En Gundogan zijn doelpunten maakte. En dan is hij naar een oplossing moeten gaan zoeken om al die gasten samen in een ploeg te krijgen. En dan is uiteindelijk het compromis uit de bus gekomen. Ja, deze 4-4-2 eigenlijk, die zou de laatste weken en de laatste maand toch regelmatig hebben gebruikt. En die hen ook resultaten heeft gebracht, maar geen fantastische resultaten. Niet de 5-6-0's die je van City verwachtte
toen Aguero nog in de punt stond. Dus het is zoeken naar scorend vermogen. En voor Guardiola is deze opstelling het beste wat ze op dit moment kunnen brengen, denk ik. Ook omdat, allee, wij kennen ook niet de achtergronden en ik zeg maar de cijfers op training van Aguero. Hoe fit is die? Kan die een volledige match aan? Kan die 45 minuten aan? Hij heeft bijzonder weinig gespeeld. Dat is het probleem. Maar dat is ook het probleem van City in de wedstrijd die ze spelen. Als ik jou zeg dat Gundogan de topschutter is bij City en in de Champions League, als ik me niet vergis, is Ferran Torres de man met 4 doelpunten. Mm-hmm. Dus om dat te zeggen, dat met Aguero of met een type spits die echt op zoek gaat naar doelpunten, ja, dan kan je eens een wedstrijd winnen met 2-3-0 waar je chill bent, waar je een rustige wedstrijd kan uitspelen. En dat hebben ze de laatste weken nooit gehad. Want, nogmaals, Nicola, we hebben die wedstrijd gezien, dat doelpunt tegen Dortmund van City, van Bellingham, eigenlijk is dat schandalig dat niet goedgekeurd is. Mm-hmm. En dan komen ze op een heel andere manier, dan is het 2-2. En dan is het een heel andere manier van naar zo'n wedstrijd toe te leven. En dat is toch een belangrijke, vind ik. Die moeten we onthouden. Dus Christophe, jij denkt dat PSG het haalt? Mag je dat samenvattend zeggen? Op dit moment denk ik dat zij dat de ploeg die City de meeste kansen kan als een voetballersantwoord. En niet 100% gaan voor. Maar ik denk dat PSG echte kwaliteiten heeft om City op zijn zwakke punten te pakken. Alright. Christophe, bedankt voor je bijdrage. Bedankt voor je artikel. Blijf het allemaal volgen, de Superliga en alle intriges er rond. We lezen het met plezier. Dankjewel, Christophe. Gedaan. En tot een volgende keer. Wes, wij gaan het nog hebben over Paris Saint-Germain. Mm-hmm. Want zij zijn ook nog in een felle titelstrijd verwikkeld, zeg maar. Net zoals Real Madrid. Mbappé, 2 keer gescoord tegen Metz afgelopen weekend. Dan geblesseerd, tussen aanhalingstekens vervangen, maar zal fit zijn. Hoeveel heeft hij er gemaakt dit seizoen, weet je dat, Kylian Mbappé? In de competitie? Alle competities samen. Ah, nee, dat heb ik nog niet gecheckt. Nee. Doe een gokje. Tussen de 35 en de 40. Dat is fantastisch gegokt. 37, dat is knap. Neymar. Maar ik volg het voetbal ook een beetje. Je volgt het een beetje, ja. Dat is een snelle denkoefening. Pas goed in wiskunde. Neymar die is vaker afwezig geweest, scoort minder. Stel, jij bent trainer van PSG, over een jaar of 10, Wesley. Hoe zet jij de pionnetjes op het middenveld en in de aanval? Ik vraag het je, omdat L'Équipe vandaag een hele pagina aan gewijd heeft. Ik wil het wel eens weten hoe jij de ideale veldbezetting voor PSG ziet. Voorin dan, hè? Middenveld en aanval. Ik zou eerst al eens vragen aan Neymar hoe dat hij zich voelt en aan Mbappé. En waar dat zij willen spelen, waar dat zij denken dat het beste is. Maar ik zou niet te veel veranderen in de manier van hoe dat ze nu spelen. Als je ziet dat... ik denk, iemand als Neymar moet je aanvallend een soort vrije rol geven. Waarom? Omdat hij met één flits Mbappé kan vrijzetten. En dan met Mbappé zijn snelheid. Maar goed, ik denk dat Mbappé heel vaak diep speelt. Ja. Maar die zwermt heel vaak uit naar de linkerkant. Ja, dat speelt hij eigenlijk het liefste. Ja, maar het maakt niet uit. Als hij er zoveel maakt, 37, dan moet je die vrijheid geven offensief. Maar Neymar, want daar ging het vooral over in L'Équipe, Verratti... Op de 10 zetten, wat hij ook al een paar keer heeft gedaan, of toch Neymar? Nee, ik denk als je ik heb ook wedstrijden gezien met Verratti als 10. En dat Neymar wat meer links speelde en Mbappé. Er was ook een periode dat Neymar niet meespeelde. Maar Verratti is geen 10. Nee, maar wordt gezegd, ja, hij zorgt wel voor evenwicht in het elftal. Voor meer balans, recupereert ballen. Ja. Denkt ook meer aan het defensieve werk dan Neymar. Ja, tuurlijk. Maar daar moet je een profiel hebben. Want we mogen niet vergeten dat Bayern heel veel kansen, zeker in de heenmars, heel veel kansen heeft laten liggen. Hè? Ja, tuurlijk. Dat is een feit. Maar je moet iemand hebben, een profiel hebben, zeker met zo'n voorhoede, die effectief een verbinding is tussen verdediging en aanval. Maar zijn hoofdtaak moet zijn om verdedigend te denken. Waarom? Omdat je daar al vooraan mensen hebt die... En ik zie dat ook in balverlies PSG. Ze laten het soms lopen, hè, die mannen vooraan. En dan moet je zeker iemand hebben die verdedigend denkt. En dan kan, dat kan misschien in een wedstrijd tegen City zich dat kan zuur opbreken voor die mannen. Als ze niet gaan meedoen verdedigend, dat kan wel de zuur opbreken. Langs de andere kant, als je een bepaalde vrijheid hebt in een omschakeling, we hebben dat mogen zien met Mbappé. Ja, hij loopt je voorbij, hij dribbelt je, hij scoort. Dus
Ze zullen er werk mee hebben, City. Dat is een feit, dat zeker is. Wie zet je dan nog? Draxler nog? Neem ik aan. Maar Draxler is meestal de man, die twaalfde man, hè, die zo wat meestal inkomt. Maar je hebt, ja. Ja, Di Maria, uiteraard, zou ik zeggen. Ja, ja, ja. Ik denk als je die mensen daar vooraan kan zetten, meestal. Ik weet dat het een middenveld is geweest met Herrera, Verratti en welke wedstrijd? Gueye waarschijnlijk. Ja, en Gueye denk ik. Dus dat zijn toch wel mannen die verdedigend denken, zoals ik Paredes zei. Paredes is ook... ja, Paredes. Maar dan zit je... Verratti speelde toen op 10, die was al wat meer offensief, maar dat is een verbindingsman. Dus ze hebben daar wel mogelijkheden, maar het belang voor hun zal zijn om die defensieve stabiliteit te houden en om... En daarover gesproken, Wesley. Ja. Marquinhos komt normaal gezien wel terug in de ploeg. Maar de zwakke plek ligt op de flanken, hè, bij PSG, links-rechts. En daar ligt misschien wel de sterkte bij City. Ja, maar ik vind ook centraal achterin dat niet top Marquinhos, is. Marquinhos, Kimpembe? Ik vind Kimpembe geen topper. Geen absolute... Laatste weken wel, als aanvoerder ook. Ja, ja, dat is misschien voor hem belangrijk. Ik heb ook een wedstrijd gezien dat op een gegeven moment Mitchell Bakker is ingevallen op linksachter. Die ken ik nog van Nationale Jeugd, elftal. Maar dat zijn niet de grote namen daar, hè, achterin. Je hebt Diallo, nog Diallo, Exotelaren, ja, ja, ja. Je hebt Kurzawa, ja. Dagba, Florenzi. Maar ja. dat is geen wereldklasse. Nee, maar goed. Gisteren speelde tegen Tottenham met Aurier, met Dyer en met Alderweireld Dyer. En op de linkerkant speelde help me met Tottenham. Ja, het gaat snel, hè. Als je maar je bedoelt... Ik denk dat waren ook geen toppers. Ja, je bedoelt, ze hebben het toch nog relatief gesloten kunnen houden, ook al waren het geen... Ja, ja, dus uiteindelijk, als je goed verdedigend staat, is het moeilijk erom door te komen. En ze hadden heel veel shots, maar niet altijd on target gisteren, City. Dus uiteindelijk denk ik wel dat PSG zeker gelijkwaardige kwaliteit heeft qua verdedigers, misschien zelfs iets beter. Behalve Toby Alderweireld, een beetje chauvinistisch zijn natuurlijk. Dat denk ik wel, als dat goed zit bij PSG, dan denk ik dat ze toch ook het lichte voordeel hebben ten opzichte van City. Alright, en Real Madrid-Chelsea? Zoals ik al zei, ik denk dat Real daar misschien net iets op de ervaring een 51-49, Nico. Oké, okay. dat is voorzichtig gebleven. Oké, okay. Ja. Merci. Het is moeilijk te voorspellen. En voorspellen is sowieso moeilijk in het voetbal, want je weet nooit wat er gebeurt. Maar sowieso tactisch wel twee interessante matchen. Hè. Zelfs al riskeert Real Chelsea inderdaad misschien wat, zeker de heenmatch, misschien wat saaier te zijn. Uiteindelijk... zijn er twee zaken. Ofwel worden de wedstrijden beslist, hè, doordat het de kwaliteit offensief, individueel, gewoon iemand uit het niks gewoon doelpunt kan maken. En we hebben ook wedstrijden gezien, als je een fout maakt tegen topploeg, het wordt betaald, hè, cash, hè, meteen. Ja. En dat is het grote verschil met de competities waar het niveau niet zo hoog is. Goed, we gaan er morgen en overmorgen, dinsdag en woensdag, gewoon verder over praten, ja. Wesley, maar dan in onze studio. Tot dan, zou ik zeggen. En voor de mensen thuis, volgende week zijn we er opnieuw met een nieuwe aflevering van deze podcast, de Champions Club. Dus tot dan, tot volgende week. Meunier kan trappen naar binnen. En Coutinho. Het zijn er 8. Dat is niet normaal. Het zijn er 8. Met de schaat en met de skrant. Knap van Lukaku, dan blijft hij rustig. Lukaku gaat 1-2 binnen knallen. Oh, het is gebeurd. Het mirakel is geschied.